De 18-jarige Tijmen Blokzijl heeft zijn contract bij FC Groningen verlengd. De centrale verdediger uit de eigen opleiding tekent bij tot 2026 met de optie tot nog een seizoen. Blokzijl geldt al jaren als groot talent en brak dit seizoen na de winterstop door. Ondertussen lijkt hij al bijna niet meer weg te denken uit het elftal. De jonge Groninger is nog niet klaar bij zijn club. Ja, ik wist voor mezelf eigenlijk al wel dat ik ook graag hier wilde blijven. Dus daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Nee. Ja, ik ben opgegroeid hier. Ik zit altijd in het stadion. Dus ik ben ook gewoon fan van de club. Dus dan is het extra mooi. Een mogelijke degradatie voor FC Groningen speelde niet mee bij zijn keuze. Ja, natuurlijk is het niet de meest ideale situatie. Maar uiteindelijk niet. Want ik wil hier gewoon graag spelen. De ontwikkeling van Blokzijl gaat razendsnel. Ik had voorafgaand aan dit seizoen wel als doel aan mezelf gesteld om dit seizoen mijn debuut te maken en hopelijk zoveel mogelijk minuten te maken. En in de eerste seizoen zelf leek dat wel lastig, maar in de tweede seizoen zelf is dat gelukkig gelukt. Ja. Toch hoeft Blokzijl zichzelf niet af en toe in de arm te knijpen. Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Maar ja, ik heb laatst ook al eens gezegd, dat voelt voor mij eigenlijk heel normaal en geleidelijk. Maar ja, natuurlijk gaat het wel snel en... Ja, moet je dat soms wel even beseffen, ja. Blokzijl kan zijn ontwikkeling aanstaande zondag voortzetten. Dan speelt FC Groningen de belangrijke thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.